Yo YouTube, Ace hier met vandaag een hele nieuwe serie op mijn kanaal. Ik ben erg hyped om dit aan te kondigen aan jullie, maar ik heb er veel zin in. Dus ja, ik ga jullie niet langer aan de lijn houden. Welkom bij Badpraat. Let's go. Ram even een likeje. Dit is Badpraat. Ik ben Ace. En ik ga dit één keer om de zoveel tijd doen. Ik vond het een ideaal idee. Welkom bij Badpraat. Let's go. Wat een verspilling van bier! Het is Karel, dude! Miauw, miauw, nigga! Welkom bij Badpraat. Let's go. Oké, bij deze wil ik jullie van harte welkom heten bij de allereerste episode van de nieuwe show op mijn kanaal, Badpraat. Het is een soort van show waarin ik praat in een bad. Vandaar ook de naam, Badpraat. Ik hou mijn kleren aan. Eén, omdat ik het fucking droog vind. Eigenlijk niet, want het is hier nat, maar oké. Maar deels ook omdat ik geen zin heb om elke video weer naakt een video te maken voor jullie. Fucking gay. Zoals jullie in het begin zagen, heb ik ook een GoPro. Deze gebruik ik voor de random onderwater shots. Soms ga ik eens gewoon naar onder water of zo en dan film ik daar wel een stukje. De GoPro beelden gaan jullie altijd dan zo, ja, gewoon op deze manier zien. Holy shit. Maar ik ben dus echt wel hyped om dit te doen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga zo snel mogelijk iets zoeken om het geluid te fixen. Want er is hier een beetje echo. Maar jongens, knal zeker even een duimpje omhoog. Ik ben deze zit in de allereerste Badpraat. Let's go. Oké, maar in de allereerste Badpraat, jongens. Wauw. Badpraat. Gaan wij het hebben over niets minder dan... hoe hard YouTube mijn leven heeft veranderd. Boy, yo. Ik heb hier een ijsje en het lijkt op een ijsje, maar eigenlijk is het een washand. In deze serie ga ik altijd een leuk onderwerp kiezen uit de comments. En als dat een onderwerp is waar ik ongeveer 5 minuutjes over kan praten, dan is dat toppie. Hello guys. Holy shit, mijn haar is fucking nice. Oké, maar YouTube is dus eigenlijk echt gewoon fucking random. Want in het begin doe je het echt gewoon puur om echt zo video's te maken. Maar als je het een lange tijd doet en je krijgt eigenlijk een grotere kijkersbase. En je krijgt gewoon meer subs en meer kijkers. Holy shit. Dan wordt YouTube gewoon in één slag een deel van je leven. En ik zeg het je, dat heeft heel veel voordelen. Maar wojo, ik had nooit gedacht dat er zo'n zware nadelen aan gingen zitten. Een van de grootste nadelen is dat je constant afgeleid bent. Gelijk waar ik ben, als ik iets zie, denk ik, oh shit, misschien kan ik daar iets rond videoen. YouTube plant zich in je hersenen en je krijgt het er niet meer uit. Daarom als je lange tijd met YouTube bezig bent en je zou er in één keer mee stoppen, dat gaat niet. YouTube blijft in je hoofd. Ook op je sociaal leven heeft YouTube een enorme impact. Want YouTube wordt je sociaal leven. Je kan zeggen dat ik leef op het internet, wat eigenlijk ook zo is. Maar ik besta ook echt. En ik bedoel, YouTube is nu echt wel een hobby geworden, waar ik nooit echt van had verwacht dat het zo'n grote fucking tijdsinnemer zou zijn. Vroeger werkte ik een half uurtje aan een video. Dan was de half uur besteed aan opnemen, editen en een thumbnail maken. Nu heb ik een half uur nodig om de video alleen al een thumbnail te kunnen geven waar ik zelf tevreden van ben. Want als YouTuber is hetgeen waar ik het allerbelangrijkste vind, dat je zelf toch een beetje tevreden bent met wat je aan je kijkers geeft. Als ik jullie een shit video zou geven waar ik nul werken heb gestoken, dan zou ik zelf toch gewoon niet blij zijn. En daarom stop ik altijd zoveel werk in YouTube, omdat ik zou zelf naar mezelf willen kijken. Ik maak video's alsof ze voor mezelf zouden zijn. Ik ga nooit de video online gooien waar ik voor de video zeg de geluidskwaliteit was echt slecht. Maar als de geluidskwaliteit echt slecht is, dan maak ik de video gewoon opnieuw. En dan leer je door YouTube een perfectionist zijn. En dat heeft heel veel voordelen. Eigenlijk niet, want eigenlijk probeer je overal meer werk in te stoppen. Maar omdat YouTube al zoveel tijd inneemt, heb je eigenlijk helemaal geen tijd
om nog andere dingen te doen. Ik vind het al moeilijk om school en YouTube te combineren. En ik zit nog maar in het vierde middelbaar. Maar ik doe YouTube graag. Het is sowieso mijn favoriete hobby. En ik zit nu in wat. En ik ga denk ik gewoon mijn cursus aardrijkskunde erbij nemen. En nog een beetje studeren voor de examens. Want ik zit hier nu in een bad en het is hier nat. Dus jongens, vonden jullie deze badpraat leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Deel deze video op zo. Laat in de comments ook een commentje achter. Nice. Dat is de bedoeling. En zet in die comment waarover jij mij wil horen zeiken in de volgende badpraat. Ik ben Aces en ik zou zeggen, jongens, adios.